Is Dotse al booi en achterhaald? Tuttig, ouderwets en beschaald? Nee, dansen is juist heel cool. Het geeft je samen een goed gevoel. Streetdance, breakdance en zumba. Maar ook foxtrot, wals en roomba. Kun je bij Dansstudio Waalwijk allemaal leren. Deskundige begeleiding in ontspannen sferen. Als kind al gefascineerd, nu nog steeds gepassioneerd. Bovendien een echte entertainer, wedstrijddanser en gedreven trainer. Met Naomi van As in Strictly Come Dancing, waar hij de vierde prijs ontving. Voor de dansschool een goede spin-off. Zichzelf neergezet als een echte prof. Dus heel Waalwijk aan de zwier, een super dansschool hebben we hier. Natuurlijk gaat er maar één naam op dansen. Dames en heren, Remy Jansen. Dat was een inkoppertje, Remy. Nou, ik ben eigenlijk helemaal speechless. Ik vraag me af wat ik hier doe, want ik was echt wel bijna emotioneel voor dat liedje. Het was echt heel erg gaaf. We hoorden net al, dansen is schudden met de kont of draaien met de kont. Maar het is vooral gezond. Wat is dansen voor jou, Remy? Uit de hand gelopen hobby. En nu heb ik een nieuwe hobby nodig. Dus eigenlijk, ja, ik ben eigenlijk met muziek begonnen. Ik was op de basisschool. En toen op de basisschool vroegen ze om bij een kinderkoor te komen. En ik had zoiets van, ja, waarom niet? Ik ben gaan kijken. Heel veel vriendjes van mijn klas zaten, die zaten erop. En zo is het eigenlijk gaan groeien. Op een gegeven moment, toen kreeg ik de baard in de keel. En toen vroegen ze een gitarist in de combo. Nou, dan ben ik erbij gegaan. Even later was de drummer weg. Maar ja, uiteindelijk gaan drummen. Maar en stap naar dansen. En toen naar dansen. En, hoe kom je daarbij? Ik had een vriendinnetje. En die had zich al ingeschreven op dansles. En ik had zoiets van, nee, hij is niks voor mij. Ze vroeg me, ga jij met mij op dansles? We hebben toch oudbollen? Nee, ik weet niet wat ik eigenlijk dacht in die leeftijd. Ik dacht van, nou, dat zal wel voornamelijk voor meisjes zijn. Ik weet niet, het past niet echt bij mijn jongensstijl. Dus, en ja, ik ben toch een keer meegegaan naar vrij dansen, dus een dansavond. Dan zag ik me dansen, ik was eigenlijk helemaal gefascineerd. Ja, hoe komt dat nou? Ja, ik zag... In eerste instantie zeg je, ja, dat is tuttig, en in één keer dan gaat er wel wat. Ik had een vooroordeel, ik had helemaal geen visueel plaatje en ik ben voor mezelf redelijk visueel ingesteld. En ik zag dat paar bewegen op de muziek, en met muziek had ik wel iets. En ik dacht van, nou, als ik nou eens de andere kant kies, niet alleen muziek maken, maar gewoon op de muziek dansen. Dus, met je lichaam de muziek vertolken, om het zo te zeggen. Maar wat gebeurt er dan met je? Met ja, jou? Ik weet niet, er was gevoel binnen. Mijn hart begon te kloppen. Ik wilde bewegen, alleen ik wist niet hoe. En toch ben ik uiteindelijk maar overstag gegaan met haar op dansles. En van de een kwam een ander. En toen ben ik met de dochter uiteindelijk gaan dansen voor de dansschool. En hun hebben me eigenlijk een beetje in de wedstrijdwereld gebracht. En nou ja, zoals ik zei, uit de hand gelopen hobby. En toen werden we tweede in de eerste divisie van Nederland, in het kampioen toen. En toen gaan we de deuren open, je kwam bij de jeugdselectie. Je hebt het over Latin dansen, ja. Latin, hè? Nou, we konden kiezen tussen ballroom of Latin, standaard. Ballroom is? Ballroom voor Engelse wals, tango en de Latijns-Amerikaanse dans, cha-cha, samba en noem op. En de dochter die was nog heel jong en die zei ook van, nou, ik ken niks met ballroom, laten we lekker jeugdige muziek. En ik had zoiets van, nou ja, laat maar gaan als ik maar kan dansen. En toen heb ik eigenlijk alleen maar voor de Latin gekozen. En dat is eigenlijk zo gebleven. En daardoor heb ik me gespecialiseerd. Jij zei, van, je had toen het idee van, het is een beetje opbollig. Of het is, ja, het is iets voor meisjes. Is dat gevoel er nog steeds bij jongens nu? Van een leeftijd van, ja, ik ben aan dansen. Met individuele dansen. Dan alleen maar weggegooid geld, ja. Na 4 weken naar mijn huis. Maar is het, dat is niet meer, hè? Dat kinderen eigenlijk naar de dansschool worden gedirigeerd. Ja, bij de individuele dansen niet. Want ja. Eigenlijk als je op televisie ziet, zie je heel veel civic en dance, ja. Breakdance, hip-hop, ja. En alternatieve dans. Maar zodra het samen moet, ja. Dan is het al raar om elkaar aan te raken op zo'n manier. Want vooral in deze maatschappij, als je elkaar aanraakt, heeft dat een bepaalde betekenis. Ja. Dat heeft niet het eerste woord dans te maken. Ja. Ja. Maar je zou toch verwachten door die tv-programma's dat bij jou, vooral de jongeren, de deur plat lopen? Oh, dat doen ze ook.
Maar dan lopen ze weer mensen hard weg? Nee, als ze eenmaal binnen zijn, dan is het meteen de knop om en dan is het voordeel weg. Maar om ze binnen te krijgen, dan moeten we heel hard intrekken. Ja. En dan niet zo lang de streetdance en de kindercursussen, die lopen allemaal vanzelf binnen. Ja. Maar het stijldansen, voornamelijk op dit moment zijn er mensen wat in eerste instantie komen voor een alternatieve cursus. En dan zien ze stijldans in de school. Ja. En dan is in één keer, hebben ze dans via school. Eigenlijk een omweg. Ja, via een omweg komen ze vaak in. En waarom zeggen ze dan, hé, dat stijldans is toch eigenlijk wel leuk, of leuk of interessant, hoe dan dat andere dansen? Omdat je je gevoelens kan delen met iemand anders. Zumba dus, doe je alleen, zeg ja, maar. Het is alleen, het is individueel. Oh. De e-mail. Ja, we hebben iets verkeerd gezegd over ouderen. Maar... Nee. Ja, dat is niet safe. Safe bij de e-mail. Wij hebben altijd elke talkshow hebben wij een e-mail, een vraag van de e-mail. De mail vraagt deze keer, als we met z'n allen bij jou op dansfest gaan, krijgen wij dan ook allemaal elastieke benen? Boven de 35 dan, hè? Laat ik zo zeggen, hoe vaker je doet, oefening baat kunst. Strictly contention, heb je ook al meegedaan. Ja. Nou, dan denk ik van Naomi van As, dat is ja, een tophockeyster, die schuurde zo op de vloer heen, of zo. Of valt dat bij of tegen? Dat viel erg tegen. Oh. Want ze had eigenlijk, zoals ze traint, als continue spierspanning. Ja. Dus als zij stond, heeft ze alle energie om een laag gericht, naar die bal toe, naar het doel. Ja. Maar ze had totaal geen release, geen ontspanning in haar lichaam. Dus continu, ze is spierspanning en ze moet gaan. Ze moet stilstaan, ze moet rollen en stilstaan. En bij dansen is het gewoon aanspannen, loslaten om uiteindelijk dynamische verschil te creëren. En je moet natuurlijk met z'n tweeën dansen, dus je moet ook lead en follow hebben. Hoe krijg je dan in een paar weken iemand zover dat je... In een week tijd. Hoe lang hoef je daarvoor? Nou, de anderen hadden 3 weken, maar bij het eerste ingesprek, we hadden de eerste intakegesprek bij Endemol. En toen bij Reinhardt hadden we een gesprek bij iWorks. En toen zeiden ze van, joh, jullie weten nog niet aan wie je gekoppeld wordt. Dat krijg je in een mailtje over een week te horen. Nou, ik ken al die andere dansers natuurlijk, dus ik stiekem bel. Heb je al iets gehoord? Ja. En op een gegeven moment ging het rijtje af. En ik was eens van niks gehoord. Dus ik ga bellen naar Endemol, receptioniste. Ik ben even door mijn contactpersoon. Ja, ik bel je morgen terug. Ik heb, het zit niet helemaal lekker. Dat was iets van, oh jee. En toen hadden we al gehoord, iemand zou Olympisch iemand dansen. Ik weet niet of vrouw of man. Maar ja, die komt pas de 20ste terug en 25ste is de liveshow. Dus we hadden allemaal zoiets van de dansers van, oh ja, zo, ik hoop niet dat ik er ben. Maar 4 dagen. Ja, dus de anderen waren 3 weken bezig. Ik had 5 dagen. Ik dacht van, oh jee, en 5 dagen, ik voelde het bij je hangen. Maar gelukkig had het allemaal goed gewerkt. Hebben ze specifiek voor jou gekozen? Hebben ze gedacht van, als jij dit doet, dan Naomi van As in de show, die moet je niet weggestemd zien in de eerste ronde. Want dat is een kijkcijfer kon doen. Hebben ze misschien ook daarom aan Naomi van As gekoppeld? Want die krijgt toch wel voor elkaar. Ja, we hebben natuurlijk screentests gehad. We hebben audities moeten doen. Ja. En daar hebben ze gefilmd. En daar doen ze uiteindelijk twee personen bij elkaar zitten. En die karakter moet een bepaalde chemie vormen. Dus ik denk dat ze daar wel goed over na hebben gedacht natuurlijk. Maar of ze nou specifiek daardoor voor mij hebben gekozen, ik denk dat het gewoon een bepaalde klik was. Misschien de zachte G met een Olympische hoogst. Mei 2013. Vandaag de dag heet de zondag maandag. Of andersom, dat komt ook voor. Vandaag de dag gaat het over dansen, opmerkelijke kunst en emotionele support. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, we zullen zien wat het wordt. Altijd weer leuk toch, zo'n zus op maandag. Dus gaat vandaag de aandacht naar 3 bijzondere mensen en naar bijzondere muziek. Wat kan een mens zich beter wensen dan een klein rustmoment in de hedendaagse hectiek. Met een klein zusmoment vergezeld van poëtische lyriek. Wat wil je nog meer buiten dit en mooier weer? 3e Pinksterdag wellicht of 7 dagen asperges eten. Alle nare dingen vergeten, alle rotzooi uit het zicht. Je doet het maar met wat je hebt in deze wereld waar je steeds wordt genept. Maar niet bij zus. Es ist oder es ist nicht, to be or not to be, maar ze is het echt. Emotioneel gezonde mensen, mensen zoals jij en ik, waren net even te veel verwoord met alle ellende op hun bord. Emotionele support, stressmanagement
inloggen, chatten, een luisterend oor, emotionele ondersteuning gaat ervoor. Gratis en voor niks, Lauwerk. Chat je stress maar door. Eerste stressvrije gemeente. Maar die tranentafel is een emotioneel gebaar. We zijn toch net mensen, met onze problemen en wensen. Es ist wat je ervaart. Prisma Passepartout en wat ze daar doen. Potten bakken, kaarsen draaien, zonder stress de wereld verfraaien. Neem je tijd in ontspannenheid. ES krijgt hier geen klanten. Zakelijke betaalbaarheid, geen gefreubel door cliënten. Mensen met een beperking die onbeperkt mooie dingen maken met hun beperkte handen. Kleurrijk en met beleving. Ga naar de Zinkerweg. Ga eens kijken naar dat gedoe van Prisma Passepartout. En koop iets moois als zingeving. Van de ukulele van Henk en Sjaan. En opa, ik wil dansen naar een danser van televisie. Dansen als religie. Strictly condensing, schudden met die gat. Dansen werd zijn ding. Oude boerder hobby was dat. Met anderen je gevoelens delen. ES staat hier weer buitenspel. Dansen is gevoelig spelen, ontstressen weet je wel. Iedereen kan dansen, bewegen. Een leuke avond komt gelegen. Je hoeft niet voor de sport. Aanspannen, loslaten. Dansen wordt een fijne tijdsbesteding. Zeker als je met Naomi swingen mag. Dan wordt dansen beleving. Kunnen we dansen op maandag? Deze maandag in mei is de lente in jou. Een akkerbakkerij, de muts opzij, geef ons een cent en dan ga ik voorbij, of andersom, dat komt ook voor. Maar wij gaan door op ons eigen spoor. In helderdom of als martelaar van deze maatschappij, gebekt of stom, gelogen of waar, het begin is klaar, het eind is nog zoek. Ik weeg 73,8, zeer schoon aan de haak, en mijn lengte is net zo verdacht. Maar we hebben nog Anouk, en zijn zelfs blij met de 9e plaats. Worden we eindelijk bescheiden. En dat doet goed voelen, te lange laatst, in deze sombere tijden. Volgend jaar sturen we Lex Boelen, het volk uit Shoetown.